En hallo kijkers, en tof dat je kijkt naar deze tweede aflevering van Minecraft Flatland Survival. Het einde van de vorige aflevering hadden we deze fridge gevonden en hier ben ik van plan om misschien te gaan wonen. Alleen het is al wat donker, dus ik moet snel zien ergens te slapen. Ah, hier is een bed vrij. Ik heb ook weer even een reactie mail laten komen en die reactie komt nu in beeld. En iemand vroeg of ik een een huisje kon maken met een flat dak. Dus lijkt wel leuk om te doen. Dus hier maak ik het huisje dan maar. Ik zal het huisje niet echt al te groot maken. Ik weet niet of jullie al een naam hebben voor ons paard. Maar hier zijn veel bomen. En ja, ik ben nog wel een beetje moe. Want ik kwam nog net terug van voetbal. Want we hadden net voetbal op het pleintje met vrienden en ja, we hadden best wel goed gespeeld. We hadden twee wedstrijden gespeeld. De eerste had ik gewonnen, alleen de tweede wedstrijd had ik helaas verloren. Maar ik had wel wat doelpunten gescoord en oh, we hebben veel brood. Alleen niet handig dat we geen furnace hebben, tenminste als we hier een furnace hebben. Ook hebben we nu volledig leerarmer. Laten we onze stenen gewoon van dit huis halen. Sorry huisje, maar wordt helemaal weggehaald, want we hebben steen nodig en anders raken we niet aan steen. Die iron column doet nog steeds zijn werk. Alleen, soms kunnen de iron columns wel een beetje lui worden en doen ze helemaal niks. Wat ik nodig heb is wat extra hout. Maak ik een crafting table. En daarmee kan ik dan een bel maken. En ook gelijk een furnace. Zo. Ik moet gewoon wat meer kool hebben. Want we hebben helemaal niks van kool. En oh, die is gevaarlijk. Slime zijn super vervelend, denk ik. Als ik doodga in deze serie, dat deze serie ook al stopt. Dus hier is eigenlijk een soort van hardcore survival. Hier komt dan de deur. Ik wil het huisje dan 1, 2, 3. Wacht. Zoiets hebben. Dan hier weer een raam. Moet ik het goed uitbreiden. Het is echt een van de simpelste huisjes ooit, maar ja, we hebben niet zo heel veel keuze, want we hebben heel erg weinig resources. Het is wel leuk om in een flatland survival te gaan survivalen, want het is moeilijk om aan alle resources te geraken. En ik wil ook een farmpje opzetten. Ik heb geen water, dus dat is wel een probleem. Eigenlijk moet ik een mob grinder maken. Ah, water. Ja, dat is een cauldron. Heb ik een bucket? Nee, die heb ik niet. Hier kan ik nog de farm uitbreiden, dus wat ik moet doen is even van dit hier weghalen. Kan ik de farm uitbreiden. Oh jij, slime is weer daar. Ik denk dat ik normaal gezien neem ik maar één video per keer op, maar lijkt me wel leuk om eens meerdere video's tegelijk gaan op te nemen. Dus ik denk dat de volgende derde aflevering direct hierna wordt gemaakt. Dus dan weet je dat ook. Zo. En hier en daar moet ik het misschien het pad gaan completen. Want sommige stukjes zijn weg van het pad. Dan ga ik mijn doortverzamelplekje hier maken. Ik vraag me af hoe diep het is. Ja. Hier zijn we al bij bedrock, dus het is niet zo heel erg diep. Ik denk dat we nu al genoeg gedoord hebben, misschien 54, dus dat is al een flink aantal. Het kan, denk ik, zo twee blokjes moet uitbreiden, want in totaal is water genoeg voor vier. Oh, ik ben bijna dood. Die slimes zijn gewoon
te vervelend. In de volgende aflevering wat ik ga doen is gewoon een heel erg grote muur maken rond deze village en alles verlichten, zodat we geen last meer hebben van die rotbeesten. Hier plaats ik dan de wortels. Oh nee, zijn ze weer. De kleintjes kan ik nog gemakkelijker met hand slaan, anders verspil ik veel te veel durability voor mijn pijl. En jij ook nog, weg. Ja. Ah, dat is weer een advancement. Oké. Tijd voor eten. Anders gaan we dood. Nee! Oké, dat was jammer. Dus ik beëindig hier de aflevering. En ik denk dat ik ook deze serie ga stoppen, want ja, het is niet echt zo gemakkelijk om in deze. Ik heb er ook niet. Ik denk niet dat we nog heel veel kunnen doen in deze wereld. Dus bedankt voor het kijken naar de video. En dan hebben we net score 99. Dat vind ik wel een mooi getal. Maar bedankt voor het kijken naar de video. Dan zie ik weer.